Als je nou los zand nodig hebt, hey, niet de Sahara bellen. Ja, daar hebben ze ook heel veel los zand. En ook niet het tuincentrum bellen. Daar hebben ook veel los zand. De meeste los zand ligt nu in de Kuip. Bij Feyenoord, bij het eerste elftal. Dat is me een potje los zand, zeg. Oh, hoe is het mogelijk? Die gasten die werken allemaal wel hard, doen allemaal wel hun best. Maar iedereen holt maar in zijn eigen wereldje rond. En iedereen doet maar wat. En het is totaal geen elftal. Het is absoluut geen team wat samenwerkt, wat voor elkaar knokt. Wat voor elkaar wil werken. Wat lol heeft met elkaar, want dat mis ik zo erg bij het Feyenoord. Plezier in combinaties maken met elkaar. In elkaar opzoeken in het veld. En lekker voetballen met elkaar. Dat is er allemaal niet. En wat doen we bij balverlies? Wat doen we als we de bal hebben? Allemaal die dingen zie ik allemaal niet terug. Het is doe maar wat. Doe maar wat. Ja, en wat krijg je dan? Dan krijg je dus dat je Feyenoord is gewoon een gemiddeld goede ploeg. Dus als iedereen maar een beetje zijn eigen dingetje doet, ja, dan blijft het dus een gemiddeld goede ploeg. Maar vindt Feyenoord elkaar als team, als ploeg? Dan wordt Feyenoord ineens een goede ploeg. Ja, en dan krijg je zoiets als tegen FC Porto. Ja, dan wel. Maar anders niet. Zoals nu tegen Heracles, dan blijft het allemaal een beetje hangen. Ja, goeiedag, hé. Jongen. En ja, hier moet ik toch even het woord richten. Tot spelers. Kom op, jongens. Hé, hou eens op met ieder voor zich. Speel voor elkaar en doe het voor het shirt van Feyenoord en doe het voor het legioen, dat is 1. En 2, Jaap, ja, jij dacht ik kom hier vrij, nee, ik moet jou ook even hebben, Jaap, jij gaat ervoor zorgen en je gaat dat nu heel snel doen, dat Feyenoord weer gaat voetballen.